De Kamerleden zijn inmiddels aangekomen hier bij de Vira voor een grondige inspectie. Er is ook media aanwezig, maar het Po-nieuws is niet welkom. Reden, we hebben de laatste tijd negatief bericht over de Vira en dat vindt de NS niet prettig. Daar staat een beveiliger al driftig te bellen. Wij kunnen gewoon doorlopen? Nee, sorry. Waarom niet? Nee, gewoon ik vraag even of de persvoorlichter van de NS hier naartoe komt. Die kan jullie te woord staan. Maar ik weet de weg toch wel, ik loop gewoon door. Nee, gewoon, u heeft contact gehad. Pardon. Goedemorgen. Als jij belt, dan loop ik door, ja? Dwerg. U bent de voorlichter van de NS? Klopt. U komt op de fiets en u komt ons eventjes oppikken. Veiligheidsvest en op de fiets inderdaad. U was niet uitgenodigd, begreep ik. Dat heeft niks te maken met het feit dat u niet welkom zou zijn. Want dat bent u van harte. Alleen, het kan gewoonweg niet. Het zit vol. Maar deze pikken we niet. Nee, maar deze happen we niet. Maar daarom krijgt u er nog een van mij. En daarnaast hebben we de media uitgenodigd die ons de afgelopen periode daarin erg gevolgd hebben. Zoals wij, hebben wij gedaan. We hebben zeker 7-8 keer bericht over de Vira. Nou, kijk aan. Wij hebben dan negatief bericht over de Vira en daarom mogen we er niet bij zijn. Nee. Een beetje een rare gang van zaken. Nee, weet u, ik heb daar verder ook niets aan toe te voegen. Hier kunt u doen en laten wat u wilt. Maar u denkt toch niet dat ik daar genoegen mee neem? Nee, dat kan zijn, maar het houdt wat mij betreft toch hier op. Goed, dan gaan we dat zien. Ik zou zeggen, ga de politie maar vast bellen dan. Ja, dat wordt toch vervelend. Ja, jammer. Ga de politie maar bellen. Je bent niet zo groot voor een beveiliger, hè? Het had wat makkelijker geweest als je wat groter was geweest. Een kilometer spoor schiet er onder mij door. Ik ben op weg naar jou. Zo, dus dit is hem, de Vira. Wauw, oud voorop ding, hè? Zo, als je hem zo ziet staan ook. Maar we moeten stoppen. Nee, ik stop helemaal niet. Even bij de Vira kijken. Heb je wat te verbergen, joh? Mijn god, daar baal ik van. Omdat ik nu 10 minuten minder bij je blijven kan. U bent aangehouden. Ik ga u overdragen naar de politie. U bent helemaal geen politie. Iedere burger mag iedereen aanhouden. Laat eens los. Als u vrijwillig meegaat, laat ik u los. Als u mij loslaat, ja. Oké, okay, nou, dan mag u nu mee. Wie bent u eigenlijk? De trein gaat alsmaar verder van station. Ik vind het wel een warmte zo. Ja, lekker toch? Wacht even zo. Toch gezellig. Nee, als u verliefd mij niet vasthouden, vind ik niet. Ja, houdt mij toch ook vast? Omdat ik jou aangehouden heb. Ja. Ga ik jou overdragen aan de politie, je mag niet weg. Mag ik niet weg? Nee, je komt niet weg. Vindt u nou niet raar dat wij hier niet ook even bij mogen zijn? Nee hoor, daar heb ik geen mening over. Natuurlijk heeft u wel een mening over. Nee. U bent een fan van het Po-nieuws, kijkt u elke dag naar? Ik heb geen mening over. U kijkt elke dag naar het Po-nieuws? Ik ben een hartstikke fan. Terwijl we nog steeds zijn aangehouden en wachten op de politie, komen de Kamerleden hier inmiddels alweer naar buiten. Het bezoek zit erop en ja, zij staan ons toch hopelijk wel te woord. Fiat Punto, ja, dat is wel SP, hè, dit. Ja, dat is ook nog Italiaans. Ook nog Italiaans? En de Vira komt ook altijd uit Italië. Ja, ik weet het, ja. Heel vreemd natuurlijk dat ik daarin rijd. Ik heb overigens begrepen dat jullie niet naar binnen mochten. Ik heb ook daar de NS op aangesproken. Ik heb gezegd van, dat ik het eigenlijk niet kon vinden dat Pownet niet naar binnen mocht. Want ja, jullie zijn natuurlijk heel erg kritisch. Er zijn ook heel veel mensen die bang zijn om door jou geïnterviewd te worden. Dat begrijp ik ook, maar dat wil natuurlijk niet zeggen. Dat hij Pownet niet binnen mag laten. Nou, ik wilde aan jou vragen. Ik zag op Twitter dat je hardhandig buiten gezet bent. Heb je je bezeerd? Het viel wel mee. Oké, nou gelukkig. Dat heeft te maken met dat wij negatief waren over de Vira. Dat weet ik niet. Zijn jullie negatief geweest over de Vira? Ja, ik weet niet of je er wel positief over is geweest. De meeste mensen zijn negatief over de Vira. Ja, hoe kun je positief zijn, vraag ik me dan af. Dat is inderdaad lastig en dat is na vanochtend misschien nog wel lastiger geworden. Ik kan niet zeggen dat mijn vertrouwen nou is toegenomen dat die Vira gaat rijden. Nee, dat klinkt niet positief. Nou ja, de NS houdt zelf, nadat ze 2 maanden toch al naar die trein aan het kijken zijn, heel uitdrukkelijk de mogelijkheid open dat de Vira niet meer op het spoor komt. En nogmaals, ja, na die 2 maanden al. Zeggen ze dat? Ja, dat zeggen ze. Ze houden uitdrukkelijk de mogelijkheid open dat hij niet meer gaat rijden. Dit is een typisch pechtrein, dus zo snel mogelijk mee kappen. Kijk, daar hebben we het aanmerk. De politie. Nou, daar waren ze dan ook maar heel even, de politie, want ze zagen mij en reden gelijk door. Vooral voor leg gaat met de politie, jullie mogen weg. Als jullie vrijwillig weggaan, mogen jullie weg. Echt waar? Ja, leuk toch? Nou, kom hier. Dankjewel. En kijken, hè, vanavond. Ja, natuurlijk gaan we kijken.